Lieve kinderen, wij gaan jullie het verhaal brengen van Peter en de Wolf. Colette tekent jullie de beelden in het zand en ik vul het verhaal aan met woorden. De muziek die jullie erbij horen is gemaakt door een meneer die zo slim was dat hij elk mens of dier in het verhaal een instrument wist waaraan je ze herkennen kunt. Het vogeltje bijvoorbeeld is de fluit. En de eend is de hobo. De poes hoor je sluipen in het geluid van de klarinet.